We krijgen heel veel views op TikTok doordat we allerlei Funda-woningen pakken en daar de opvallende dingen uitpakken. Kijk, dit is de grootste plot twist die ik ooit zag op Funda. Als je daar links naast die boom kijkt, zie je dat de buurvrouw inkijk op jouw woning heeft. Maar daar gaat het niet om. Trekkerwoning. Energielabel A++++. Met glas. Blijkbaar is dat een guilty pleasure en vinden mensen het heel leuk om te zien wat voor gekke dingen er allemaal op Funda staan. Met dieren is er heel vaak iets aan de hand. Dus dat er nog een dier op elke foto ongeveer staat. Of dat de dieren opgezet in huis staan. Dat huizen echt meer dan 100 herten hebben. Er is genoeg te beleven op Funda. Je zei het ook, wat af en toe herkend op straat. Wat roepen mensen je toe als ze je zien? Die TikTok-makelaar wordt heel vaak gezegd. Maar ook, ik ken jou ergens van. Ik ken jou goed. Ik herken je aan je stem. Dat soort dingen. Dus, maar goed, ik heb op TikTok altijd zo'n Adidas-vestje aan. Ik merk wel, als die uit is, dan is het een stuk minder. Ik heb nu een serie gemaakt over de top 10 duurste huizen op Funda van dit moment. Nou, daar is iets met zebra's, want vrijwel in elk dure huis ligt een platte zebra. Dus die doen het zeker goed. Sinds we deze video's doen, hoor ik ook genoeg van mensen die zeggen, ik kan soms een hele avond op Funda doorbrengen, gewoon voor de leuk. Zo ben ik zelf niet. Maar ik denk wel dat dat de combinatie van in een andermans huis kijken, soms ook een beetje dromen van stel dat ik daar zou wonen. Maar aan de andere kant, er is ook altijd iets bizars aan zo'n huis. En dat maakt het ook gewoon heel erg leuk en vermakelijk. We zijn in het pand van jouw bedrijf. En ik ben wel benieuwd, hoe zou jij het aanvliegen als dit een pand was die je dus als een tip geleverd kreeg? Hoe zou je die als TikTok-video maken? Dit is bijzonder. Dit is een golfsimulator, dat zie je bijna nooit. De golfsimulator in elk bedrijf onmisbaar. De bioscoop, want hoe kom je anders aan 8 uur per dag? Sowieso is dit dakterras qua uitzicht fantastisch. Maar er is ook een voetbalkooi. De geheime kamer. Maar die is geheim. Nieuwe medewerkers die komen hier vaak pas na maanden achter dat deze kamer bestaat. Omdat de toegang daartoe mysterieus verstopt is. Er zijn ook wel eens medewerkers kwijtgeraakt hier. Blijkbaar houden ze niet van tafelvoetbal. Kijk, hij heeft de sinaasappelsapcafé, de gym. Boah, dat was weer een zware werkdag. Ik ben blij dat de dag erop zit.